Jeffrey Jongenelen, een nieuw jaar 2016. En bekend is geworden, je gaat naar Rijnsburgse Boys. Ja, klopt. Ik ga helaas Katwijk verlaten. Ik denk dat Rijnsburg een mooie club is. Ik woon natuurlijk nu hier in de omgeving. En ik had van mezelf zoiets dat ik het liefst zo dichtbij mogelijk blijf blijven. En het liefst op niveau. Dus daarbij is mijn keuze Rijnsburg geworden. Maar je had toch al wat clubs voor het uitkiezen? Maar wat ik zei, ik wilde het liefst zo dichtbij mogelijk blijven. Dus daarbij is mijn keuze op Rijnsburg gevallen. Maar goed, ik vind het lastig om daarover te praten, omdat ik op dit moment speler van Katwijk ben. En ik wil met Katwijk maar één ding en dat is promoveren naar de tweede divisie. En daar zijn we met z'n allen kaart voor bezig. Ja, dat is het gezamenlijke doel. Wat is het doel nog voor Jeffrey Jongenelen, het persoonlijke doel, richting mei, juni? Ik hoop gewoon deze lijn door te zetten waar ik nu mee bezig ben. En ik weet van mezelf dat ik het kan en wat ik in me heb. Alleen dat is er de laatste tijd niet echt uitgekomen. En ik hoop gewoon dat ik nu deze lijn voort kan zetten. En kan laten zien wat ik kan aan de mensen. Dat ik het nog kan. En mijn teamgenoten zo goed mogelijk helpen. En dat is mijn doel. Ja, voor de winterstop kom je relatief weinig aan spelen toe. En dan hoor ik, Jeffrey Jongenelen heeft een hele goede winterstop gedraaid, zeg maar, op trainingskamp in Marbella. Ja, zo zag ik het zelf ook. Dus we gaan het zien zaterdag. Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen aan hopelijk iets moois dit seizoen. En dan neem ik met een heel goed gevoel afscheid hier. Tweede op de ranglijst, één puntje achter Spakenburg en niet Scheveningen. Kozakko Boys, die spelen zaterdag tegen elkaar. Ja, zomaar bij winst de koploper kunnen zijn. Ja, dat is ook zo. Maar goed, ik denk niet dat we moeten kijken naar anderen. Ik denk dat we vooral nu de eerste komende wedstrijden naar onszelf moeten kijken. En vooral de rest van het seizoen ook. Ik denk dat het puur aan onszelf ligt. Als wij wedstrijden gaan verliezen, dan ligt dat aan onszelf. En niet, ik denk niet aan een tegenstander. Ik denk dat wij van iedereen kunnen winnen. Maar als we het niet goed doen, ook van iedereen kunnen verliezen. Dus we moeten gewoon zorgen dat we scherp blijven met z'n allen. En de print aanstaande zaterdag al. En als het Scheveningen van John Blok, een hele lastige tegenstander voor Katwijk, altijd al gebleken. Ik vraag me af, heb jij überhaupt al van Scheveningen gewonnen met Katwijk? Ik heb nog niet van Scheveningen gewonnen en ik hoop daar zaterdag verandering in te brengen natuurlijk. Want de heenwedstrijd dit seizoen kwamen we soeverein op 3-1 voor. En iedereen dacht bij rust, dit is kat in het bakkie. Deze wedstrijd winnen we. En dan werd het uiteindelijk nog 3-3 en verloren we hem zelfs bijna nog. Ja, dat klopt. Ze hadden hem nog kunnen winnen ook op het laatste. Klopt. Vond ik dat we dat niet goed deden. Vooral het einde van de tweede helft hadden we gewoon nog langs zij kunnen komen. En gewoon met 3 punten weg kunnen gaan. Terwijl wij, ik denk in het begin al gelijk binnen 5 minuten dacht ik al 2-0 voor konden staan. Dus ik denk dat we gewoon zaterdag geduldig moeten zijn, op onze kansen afwachten en dan we moeten ze gewoon maken. Het wordt een strijd tegen de elementen. Je komt net van het trainingsveld af, je ziet je gezicht ook af te vegen. Het waait, het regent, zaterdagmiddag waarschijnlijk ook het geval. Het enige voordeel is, we spelen thuis op kunstgras en niet, met alle respect, op houtrust waar het veld toch een stuk minder is. Ja, nee, ik denk dat we thuis sowieso altijd van onze eigen kracht uit moeten gaan en niet moeten kijken naar het tegenstander. En natuurlijk zijn dat wel dingen waarmee je te maken hebt, alleen daar hebben we ook last van. En niet alleen wij hebben last van de wind, maar dat hebben we ook. Dus wij moeten gewoon, wat ik net zei, geduld houden en proberen er tussendoor te voetballen. En dan de kansjes die je krijgt, die moeten er dan daadwerkelijk ook in.